Wafers ready. Marshals ready. Countdown. Stop 1, Luc van den Berg 2, Sven de Rode 3, Michael Keijnemans 4, Leon Zetselhoek 5, Henk Mulder 6, Bert van Breugel 7, Glenn Tops 8, Remco de Roof 9, Kai Arbermeid 10, Tom Seurissen 11 en Leon Hengeval op 12. Zitten we drie ronden in de race. Tim van der Elst op 1, 5,7 seconden erachter. Sven Rodewald op 2, 18e erachter. Leon Satchel op 3, Michael Keijnemans op 4, Luc van den Berg 5, Henk Mulder 6, Patrick van Breugel 7, Remco de Loof 8, Glenn Kops 9, Tom Seurissen 10, Leon Hengeval op 11 en Kai Adomait op 12. Zitten we al 4 minuten in deze race. Tim van der Elst op 1. Sven Rodewald 2. Michael Keijnemans 3. Henk Mulder 4. Patrick van Breugel 5. Glenn Kops 6. Luc van den Berg 7. Remco de Roof 8. Tom Seurissen 9. Leon Hengeval 10. Kai Arbermeid 11. En Leon Zetselhoek helaas uit de race positie 12.
7 minuten gereden. Tim van der Elst op 1 op 11,6 seconden erachter. Sven Rodewald op 2. 16,1 seconden erachter. Patrick van Breugel op 3. Op 4,9 seconden erachter. Michael Keijnemans op 4. 2,1 seconden daarachter. Luc van den Berg. Henk Mulder 6. Remco Droog 7. Glenn Kops 8. Tom Seurissen 9. Kai Ademeit 10. Leon Hengevold 11. Dus hebben we de 9,5 minuut op, zit er 20,5 minuut op de klok. Tim van der Elst op 1, op kleine 20 seconden erachter. Sven Rodewald op 2, 13 seconden erachter de nummer 3, Patrick van Breugel. Keijnemans op 4, Luc van den Berg op 5, Henk Mulder 6, Remco de Leuk 7, Ren Kops 8, Kai Ademeit 9, Tom Seurissen 10, Leon Hengevold op 11. De rijdenstelling door zien komen en Michael Keijnemans met een gele kap met wit. En daarachter zit de leider in de race, Tim van der Elst. Dus de nummer 4 wordt op een klein momentje zometeen op een ronde gezet. We hebben een hartstikke mooi gevecht op het lange rechte stuk tussen de nummers 3 en 4. Patrick van Breugel en Michael Keijnemans. Verschil 0,3 van de seconde bij het naderen van de startfinish.
En dan hebben we hier bij start-finish een nek-aan-nek race tussen Keijnemans en Van Breugel. Het verschil was zojuist 0,3, is nu 1,2 seconden in het voordeel van Van Breugel. Tim van der Elst op 1, Sven Rodewald 2, Van Breugel 3, Keijnemans 4, Van den Berg 5, De Loof 6, Mulder 7, Ademuit 8, Seurensen 9, Kops 10, Hengeveld nu 10, Kops naar 11. De leider in de race heeft op dit moment een kleine 28,5 seconden voorsprong op de nummer 2, Sven. En inmiddels is Keijnemans Van Breugel voorbij. We hebben nog steeds een nek aan nek race tussen de beide heren. Het is de oranje met witte kap van Breugel. Zit achter de wit met gele kap aan van Keijnemans. Aan het einde van het rechte stuk, nek aan nek. En een foutje van Sven geeft Tim nog wat meer ruimte. Het verschil was zojuist al een kleine 37 seconden. Keijnemans op 3. Van Breugel 4. Van den Berg 5. Dat zijn de heren die met elkaar nog een enige strijd kunnen aangaan. Minuten gereden, heren, nog 15 minuten op de klok. Foutje van Tim. Hij ligt alsnog steeds op 1, Sven op 2, Keijnemans 3, Van den Berg 4, Van Breugel 5. En inmiddels hebben we het gevecht op plek 2 en 3. Sven Rodewald op 2. Op 2,6 seconden daarachter Michael Keijnemans op 3. Luc van den Berg zit daar 4 seconden achter op 4. En 7 seconden daarachter Patrick van Breugel op 5.
hebben nu over start-finish. Sven Rodewald, gevolgd door de leider in de race, Tim van der Elst. 40 seconden, heren, dat scheelt niet veel. Dan wordt ook de nummer 2 op een ronde gezet. En hij is hem voorbij. Tim van der Elst heeft ook de nummer 2 op een rondje gezet. Luc van den Berg inmiddels op 3, Michael Keinemans 4, Patrick van Breugel op 5, Remco de Loof 6, Henk Bolder 7, Kai Arbeid 8, Tom Seurissen 9, Leon Heijken van 10. Foutje van Tim. Sven heeft zich daarom weer onlept. Ondanks dat heeft Tim nog steeds een voorsprong van een kleine 42 seconden. We hebben de hartstikste werk gevecht om de plaats 2 en 3. Sven Rodewald en Luc van den Berg. 1 seconde verschil tussen beide heren. Bij het passeren van de start-finish. Keinemans 4, Van Breugel 5, De Loof 6. Nek en nek over het rechte stuk, Sven Rodewald en Luc van den Berg. Het verschil was bij start-finish een 1/15 van een seconde. Eén keer knipperen en je bent ze kwijt. En Sven heeft hem gerold naar start. Finish. Luc is er al voorbij. Tim van der Elst 1. Luc van den Berg 2. Sven de Rodewald 3. Michael Keinemans 4. Patrick van Breugel 5. Remco de Loop 6. Henke Mulder 7. Kai Arbeid 8. Tom Seurissen 9. Leon Heijken van 10.
Wils is stuivend te wisselen. Tim van der Elst nog steeds aan de leiding. Hij heeft een rondje voorsprong voor de rest van de heren. Luc van den Berg op 2. Michael Keinemans 3. Sven gezakt naar 4. Patrick 5. Remco 6. Henk 7. Kai 8. Leon 9. Tom 10. 6 seconden of 6 minuten te rijden, heren. Nog 6 minuten. Sven heeft weer een plekje teruggepakt. Nu op 3. Keinemans teruggewezen naar 4. Het stuivertje wisselen net naar de kop. Tim van der Elst nog steeds op 1. De ronde voorstelling op Michael Keinemans 2. Sven de Rode van 3. Luc van den Berg gezakt naar 4. Patrick van Breugel 5. Remco de Loof 6. Ik woon er 7. Kai Arnhem 8. Leon Hengelvold 9. Tom Seurissen 10. Nog 4 minuten 40 op de klok. De Wils is er weer wat gebeurd. Sven Rodewald nu op 2. Luc van den Berg doorgeschoven naar 3. Keinemans door hem op te rollen. Teruggezakt naar 4. Van Breugel 5. De Loof 6. Mulder 7. En inmiddels hebben we weer een wijziging. Luc van den Berg nu op 2, Sven Rodewald op 3. Weer een kleine 1 minuut 50 op de klok. Gebeurt er nog van alles op de baan. Tim van der Elst op 1. Sven Rodewald 2. Luc van den Berg 3. Michael Keinemans 4. Patrick van Breugel 5. Remco de Loof 6. Henk Mulder 7. Kai Arnhem 8. Leon Hengelvold 9. Tom Seurissen 10.
20 seconden, heren, nog 20 seconden op de klok. We zijn op het finishen van Leo Langeveld, de rest van het veld is al binnen. All cars finished, all cars finished. Tim van der Elst 1, Sven Rodewald 2, Luc van den Berg 3, Michael Kuijnemans 4. Henk Mulder 5, Patrick van Breugel 6, Remco de Leuven 7, Kai Arweid 8, Leon Hengeveld 9, Tom Seurse 10, Glenn Kops 11 en Leon Zachel 12.